Het vissen zonder visvergunning. Of anders gezegd, het stropen. Wat is uw mening daarover? Mijn mening is dat ik daar zeer kwaad van word. We moeten allemaal betalen voor een vergunning. En niemand kan zich permitteren om te vissen zonder vergunning. Eén, waarom? Het is het reglement. Twee, er worden stropers met hopen gepakt. Ik heb zelf ook al iemand gepakt die aan het stropen was. En ik zeg het, ik kan er gewoon niet tegen. Waarom? Die vis geniet ook van zijn leven. Vissen is een sport. Die vissen worden afgemaakt, die worden meegenomen, die worden verkocht. Restaurants voor op te eten. Nee, dit kan gewoonweg niet. Ik word er echt heel lastig van. En het is een sport en het blijft een sport. Dus ik hoop dat de mensen die stropen, die geen visvergunning hebben, heel goed naar dit filmpje kijken, heel goed naar mij kijken. En als je mij tegenkomt, pas op als je geen vergunning hebt. Dus zet alles in orde, geniet van de sport en dan help ik u verder met een mooie visvangst. Is het u al overkomen dat iemand tegenkwam die aan het stropen was? Ik kan een voorbeeld geven. Ik heb iemand gepakt tijdens het paaien die met een harpoen de karper aan het neersteken was met de lokken met brood. En dit nog zonder vergunning. Ik heb gewoon politie gebeld en die echt laten oppakken. En ze hebben die mensen ook gepakt. Bij deze vraag ik ook misschien aan de mensen van Waters en Bossen. Oké, weinig personeel, maar doe alsjeblieft, als je kan, altijd controles. En haal al de mensen zonder vergunning en die stropen eruit. Dit maakt ons razend en onze sport volledig kapot.